iedereen en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag ga ik een Q&A doen over mijn sieradenaccount en over mezelf. Dus ik hoop dat jullie dat heel leuk vinden. Vergeet dan zeker niet te abonneren op dit kanaal en geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar snel beginnen met die Q&A. Binnenkort ga ik ook andere video's maken, zoals een onderdelenstash en nog heel veel andere dingen wat aangevraagd werd. Dus dat komt er ook zeker aan nu ik vakantie heb. Dus hopelijk vinden jullie dat allemaal leuk. Maar laten we allereerst beginnen met de Q&A. Alle vragen staan op mijn laptop, dus ik ga die er even bij halen. En ik zal ook altijd de vraag hier in beeld zetten. Ja, hier zo linksboven of zo. Want dan kunnen jullie ook kijken wat de vraag is. En volgen jullie mij nog niet op sociale media, doe dat nu meteen dan. Dit is mijn sieradenaccount. Ik zal hier in beeld zetten. Dus ja, dat zou ik heel leuk vinden. Want we hebben gisteren 5 april of 4 april de 2300 volgers gehaald. En daar ben ik echt heel blij mee. En daar ben ik jullie ook heel dankbaar voor. Maar laten we nu maar snel de vraagjes erbij halen. Mijn laptop is aan het opstarten. Dan kan ik alle vragen zoeken. Het is al een tijdje geleden dat ik die vragen heb gesteld. Maar nu vandaag heb ik er eindelijk tijd voor om er een video rond te maken. Dus ik ga de vragen even zoeken. Ik zou niet meer weten waar die staan. Oké, ik heb de vragen gevonden. Oké, als eerste kreeg ik iets binnen, maar dat is niet een vraag. Er staat op gewoon, je maakt echt super mooie dingen. En dat vind ik dus echt heel lief als mensen zo berichten sturen. Dat maakt me gewoon blij, omdat ik soms niet zo goed weet of ik mijn sieraden mooi moet vinden of niet. Dus zulke berichtjes maken me altijd heel blij. Ja, zo die zin klopt. De volgende vraag, ja, dat is de eerste echte vraag, heb ik heel vaak gekregen. En dat is, waarom ben je begonnen met je sieradenaccount of waarom wou je met dit account beginnen? Eigenlijk heb ik daar wel een verklaring over. Ik maakte al van kind af aan sieraden, kleding ook. Volgens mij was ik 7 jaar toen ik echt begon met sieraden maken. Misschien heb ik hier nog ergens wel een foto, dan komt dat hier in beeld. En ja, ik vond dat gewoon kei leuk. En nu had de lockdown een jaar geleden, al iets meer dan een jaar geleden, begonnen was, verveelde ik mij. En toen zag ik kralen liggen in mijn kamer. En dacht ik van, ik wil nog een sieraden maken, want dat was kei lang geleden door school en zo van die dingen. Dus toen ben ik nog een sieraden gaan maken en ik vond dat heel leuk. En toen was er dus blijkbaar ook een trend of iets rond sieraden, want ik zag alleen maar sieradenaccounts voorbij komen. En ik dacht van, dit wil ik ook. Dus zo ben ik gestart met mijn sieradenaccount. Maar eigenlijk was mijn sieradenaccount nooit de bedoeling om sieraden te gaan verkopen. Het was gewoon de bedoeling om, of ja, ik wilde gewoon mee laten zien met wat ik, dit maak ik en dit vind ik leuk. Het was niet mijn bedoeling om echt groot in te worden ofzo, maar dat is toch gelukt. En dat vind ik echt heel leuk, want ik had nooit gedacht dat ik zoveel volgers zou halen. Ik dacht zomaar 50 of zo, of misschien zelfs minder. En nu is het al voorbij de 2000. Dat is echt geweldig. Dus zo ben ik mijn sieradenaccount gestart. En ik zou er momenteel echt nooit meer willen mee stoppen. Dus ja. Mijn favoriete emojis. Ja, dat is een goede vraag. Ik zal hier een beeld zetten, mijn favoriete emojis. Dan gaan we door naar de volgende vraag. Wat is je droomjob? Ja, mijn droomjob is, ik wilde vroeger altijd schoonheidsspecialiste worden, maar nu wil ik iets doen met mijn sieradenaccount. Dus ik wil later waarschijnlijk een eigen winkel hebben en eventueel schoonheidsspecialisten erbij doen, maar dat weet ik nog niet zeker. En ja, dat kan nog allemaal veranderen. Dus ja, momenteel wil ik dus een eigen winkel hebben waar ik sieraden verkoop en kaartjes en nog heel veel andere dingetjes. De camera staat zo hoog. Ik ga die een beetje lager zetten. Zo. Nee. Zo, oké. Dan gaan we nu door naar de volgende vraag. Ik ben de vragen niet aan het tellen. Dus de volgende vraag is... Je top 3 favo sieradenaccounts. Wow, dat is echt een goede vraag. Ik heb echt heel veel leuke sieradenaccounts. Eigenlijk iedereen die mij volgt, heeft een superleuk sieradenaccount. Of ja, alle sieradenaccounts die mij volgen. Vind ik echt heel leuk. Iedereen heeft zo soms andere sieraden. En dat vind ik ook heel leuk om te zien. Eigenlijk vind ik gewoon de sieradenaccounten van iedereen heel leuk. Maar ik zal hier
een heel aantal sieraadaccounts in beeld zetten die ik allemaal leuk vind. Maar eigenlijk vind ik ze gewoon allemaal leuk. Maar het is misschien een beetje veel om hier 2000 sieraadaccounts in beeld te gaan zetten. Maar iedereen heeft dus een heel leuk sieraadaccount. En dan vind ik, iedereen heeft dat op zijn eigen manier iets leuks van gemaakt. Ja. Dat vind ik heel leuk. Wat is je belrecord? Mijn belrecord is 8 uur en dat was met de persoon die de vraag heeft ingezonden. Dat was met Lise. Misschien heb ik hier nog wel een foto van, dan kan ik hier ook een beeld zetten dan. Volgende vraag. Wat is je grootste bestelling en hoeveel was die waard? Mijn grootste echte bestelling was volgens mij 18 euro inclusief. Maar mijn grootste ruilsamenwerking heeft al een waarde gehad van 50 euro. En dat was ook met Lise. Oké, volgende vraag. Waar maak je je sieraden? Eigenlijk maak ik die een beetje overal. Ofwel aan mijn bureau, mijn kamer, die staat daar. Ja, die is een beetje rommelig, dus die ga ik nu niet laten zien. Ofwel onder aan de tafel, zodat ik ook tv kan kijken. Of gewoon aan de kleine tafel beneden, zodat ik ook tv kan kijken. Of soms in de veranda aan de tafel, of soms buiten op de grond. Of ja, een tafel eerder. Heel gewoon een beetje overal, maar gewoon wel altijd aan de tafel. Dan gaan we nu weer door naar de volgende vraag. Wat is je favoriete eten? Mijn favoriete eten is macaroni. Dat vind ik echt heel lekker. Wat vind ik nog lekker? Pasta pesto vind ik ook heel lekker. Pizza carpaccio vind ik ook heel lekker. Eigenlijk, ik vind heel veel dingen wel lekker. Maar er zijn ook zo'n paar dingen dat ik echt niet lust. Maar eigenlijk vind ik het meeste eten wel lekker. Wat is jullie favoriete eten? Laat het hier weten in de comments. Dat zou heel leuk zijn. Dan kom ik iets meer te weten over jullie. Hoe kwam je op het idee om het account te starten? Ah ja, dat had ik er net ook al uitgelegd. Dan moet je even terugkijken in deze video. Want dat heb ik op het begin uitgelegd. Wanneer was je begonnen met je sieraadaccount / onderdeelaccount? By the way, love you. Ten eerste, love you more. En wanneer ik ben begonnen met mijn sieraadaccount is op 16 april. Dus ik ben bijna een jaar bezig. Want volgens mij zijn we vandaag 6 april. Dus over 10 dagen bestaat mijn account precies een jaar. Echt heel leuk. Dus op 16 april 2020 ben ik begonnen. Hoe kom je erbij om een sieraadaccount te beginnen? Die vraag heb ik ook al uitgelegd. Hoe heb je mij, de zaken Lise, leren kennen? Eigenlijk, dat is heel raar als ik hierover begin. Maar eigenlijk, sorry dat ik zoveel eigenlijk zeg. Dus, Lise stuurde mij ineens via Instagram, via mijn sieraadaccount, van hey, waar koop je je sieraadspullen in? Want ik wil graag sieraadspullen inkopen, maar ik vind ze een beetje duur of zoiets. Stuurde zij, ik weet dat niet meer heel precies. En ik zei ze van, ja, ik zeg liever niet waar ik mijn sieraadspullen inkoop, omdat ik dat gewoon voor mezelf wil houden, zodat je origineel kan blijven. Ook al is dat heel moeilijk. Maar op een gegeven moment zei ze van, ja, waar koop je die in? Wil je die site gewoon zeggen? En ik had toen heel veel andere sites gegeven, buiten die ene site waar ik mijn spullen op inkocht. En eigenlijk bleef ze zo, ja, bleef ze dat vragen. En uiteindelijk heb ik die site ook gegeven, maar nu koop ik daar geen spullen meer in. Omdat, ja, eigenlijk is dat wel best wel een dure site. Nu koop ik die ergens anders in. En toen uiteindelijk vroeg zij aan mij van, hey, heb je TikTok? Zo ja, wat is je TikTok? Toen gaf ik mijn TikTok. En zag ze in mijn bio op welke school ik zat. En toen vroeg die, is die school in die stad? Ik zei van, ja, waarom? En toen zei die van, oh my god, ik zit op die school tegenover die school. En zo leerden we elkaar kennen. En toen hebben we ook een ruilsamenwerking gedaan. En ja, dat was heel leuk. En toen zijn we echt beste vriendinnen geworden. En ik heb haar gisteren ook nog gezien. Voor haar verjaardag, wat echt heel leuk is. Dus zo heb ik haar leren kennen. Die gaan we door naar de, volgens mij, laatste vraag. Hoe ben je op het idee gekomen om een sieraadaccount Hoe ben je op het idee gekomen om een sieraadaccount te maken? Sieraadaccount heb ik al gezegd hoe ik daarop ben gekomen. En hoe ben je op het idee gekomen om sieraden te maken? Eigenlijk is dat wel een hele goede vraag. Hoe ben ik op het idee gekomen om sieraden te maken? Ik zou het eigenlijk echt niet meer weten. Ik was 7 jaar, dus dat is echt jong.
Maar ik vind het gewoon creatief bezig zijn, vind ik gewoon echt heel leuk. Dus ik denk dat dat daar iets mee te maken heeft. Want creatief zijn, ik vind dat gewoon heel leuk. Ik zou dat liefst elke dag wel willen doen, omdat ik er heel wat tijd voor had. Maar ja, soms gaat dat gewoon niet, ja. Ik zou het eigenlijk niet weten. ja, ik weet het niet. Gewoon, als ik sieraden maak of zo, dan ben ik gewoon rustig of ontspannen. Kan ik me ontspannen. En dat is wel leuk. Zo, ja. Even uw hoofd leegmaken. Of ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik weet niet hoe ik aan sieraden ben gekomen om dat te maken. Ik vond dat gewoon heel leuk. Misschien komt dat door mijn mama, dat die heeft gezegd van, ja, we eens ringetjes maken of zo. Ik zou het eigenlijk echt niet meer weten, want dat is best wel lang geleden. Toen ik 7 jaar was. Dus ja, ik zou het niet weten. Eigenlijk, dat is eigenlijk een goede vraag. Maar ik kan er eigenlijk echt geen antwoord op geven. Ik zou het echt niet weten. Ik weet het niet. Oké, dan waren eigenlijk dit alle vraagjes. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op dit kanaal en geef deze video ook een dikke duim omhoog. En laat ook zeker achter in de reacties wat voor video's jullie willen zien. En wat jullie van deze video vonden. En tot de volgende keer. Doei!